hier bij de optocht van Nijveen. Wij gaan eens even kijken wat er hier allemaal met de optocht te zien is. Ik zie dat je een oortje in hebt. Je hebt vast een of andere hele belangrijke taak hier bij de optocht. Nou, wij lopen met z'n tweeën vooraan in de optocht, dus wij coördineren een beetje de hele stoet, zeg maar. De hele stoet. Dus jullie zorgen dat iedereen langs de goede route loopt en dat alles in goede banen gaat. Ja, inderdaad. Oké, en hoe lang is de route ongeveer? Kilometertje of 6-7, denk ik, schat ik in. En weten jullie ook ongeveer al hoeveel wagens er zich hebben ingeschreven? Of? Volgens mij rond de 20 à 25. Oké, en van de fietsers, moeten die zich van tevoren ook inschrijven? Of is dat gewoon wie komt? Die kunnen hier gewoon aansluiten, zeg maar, krijgen ze een nummertje en dan gaan ze gewoon met de stoet mee ook. Oké, nou, dank jullie wel en succes en hopen dat het droog blijft, hè? Ja, dat gaat helemaal goed komen, volgens mij. Hallo. Wat zien jullie er prachtig uit. Wel. En is dit de eerste keer dat jullie meelopen hier met de optocht? Met deze optocht wel, ja. Met deze optocht wel, want komen jullie... doen wij met meerdere optochten mee. Oké, en want waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Wapenveld en zij komt uit Zwolle. Oké, en hoe komen jullie hierbij om hier zo in Nijveen... Vanwege Marianne Elsinga, want die heeft een museum hier. Jullie zijn? Ja, ouderwetse. Dit is een beetje van eind 1800, begin 1900. Eind 1800, ja, prachtig. Nou, dank u wel. Oké, graag gedaan. Wat is dit? Is dit echt of hoort dat bij het thema van de... Gelukkig hoort het bij het thema van de wagen. Ja, de dokterspost, hè? Kleinschalige zorg, ouderenzorg, alles wat er speelt in Nijveen. En wel in heel Nederland, maar wij gaan voor Nijveen. Nou, heel goed. Ja. En jullie lopen de hele optocht mee op de krukken? Ja, dat is wel de bedoeling, hè? Met één oog? In het één oog. Ja. Ja, gelukkig twee, maar eentje is een beetje ziek. Ja, en dit hoort ook bij het thema van... Bij het thema, ja. Gelukkig maar. Ja, en we zijn blij dat wij de dokters erbij hebben, hè? Ja. Ja. De dokters zijn er ook bij. Ja. Dokter Moes. Ja. Kijk, ja. Dokter Moes. Ja. Ja. En dokter Speelman is even weg. Ja. Nou, dank jullie wel en succes met het lopen. Ja, dankjewel. En veel plezier. Dat komt helemaal goed. En wie komen we hier tegen? De Vice President. Oh yeah. Nou, en hoe vind je de opkomst van de optocht? Ja, ik ben hem even aan het beoordelen. Ik kom net aan, want ik had een paar uurtjes vrij af vanmorgen. Het was leuk gisteravond, zeg maar. Ja, het was leuk en ik mocht gisteravond de deur op slot doen. Dus ja, dan mag ik vanmorgen iets later beginnen natuurlijk. Maar ja, de opkomst is weer goed. En ik heb al een paar heel verrassende wagens gezien. Dus ja, goed. Als er nog mensen thuis zitten aan de koffie, kom wel snel deze kant op. Want het kan nu nog. Ja, super. Hey, dankjewel. Oké, dag. Jullie zijn van de jury. Ja, klopt. En waar jureren jullie de wagens op? Op het idee, op de afwerking en op het feit, dan nemen we in de achtergrond nemen we even mee of het een gekochte wagen of een gehuurde wagen of een zelfgemaakte wagen is, zeg maar.
En dan de algehele afwerking en of het een beetje leeft, of het idee een beetje bij de tijd is. Dat nemen we, proberen we een beetje mee te nemen. De actualiteit van vandaag, of dat meegenomen is. Succes ermee en zal ik jullie niet verder storen. Prima, bedankt. Yo. Zijn jullie? Wij zijn van de Kaspelstraat, wij zijn van de Dokter van de Bergstraat en wij zijn van de Schoutstraat. En jullie hebben het actuele onderwerp over het zwembad. Ja. Hebben jullie zelf kinderen die hier op zwemles zitten? Ja, nou die van mij heeft er inderdaad opgezeten, die heeft hier afgezwommen en de tweede moet straks ook, maar ja. Dat wordt hem dus niet. Gaat er niet gebeuren. Vinden jullie het leuk op de wagen? Ja! Yeah! Ja? Zijn jullie nou de hele tijd bezig met bellen blazen? Nee, wat ben jij aan het doen? Niks. Helemaal niks? Je zit gewoon lekker. Ja. Dames en heren, vandaag is de dag. Het is 16 juni vandaag. Strup, ik sta hier naast Strup in Nijveen. Dit is het moment dat Nijveen weer groot kan worden. Het moment dat Nijveen al heel lang op heeft gewacht. Iedereen staat hier ook vol smacht langs de kant. Dus we kunnen het even met de camera laten zien. Mensen zijn helemaal door het dol heen van deze meneer. Iedereen heeft hier zo lang op gewacht. Fantastische ideeën. Fantastische ideeën om Nijveen weer groot te maken en weg met Meppel. Want Meppel die mag van bovenaf, ja, daar schieten we gewoon niks mee op. Strup! Feut voor mij, waarom niet? Dat bedoel ik. Ja. Thank you.
We hebben net alle wagens kunnen zien. We hebben de versierde fietsen kunnen zien. Heel veel wagens met mooie techniek. Kruiwagens die op en neer gaan. We hebben beren gezien. We hebben beesten gezien. De Lion King. We zijn onwijs benieuwd wie de winnaar wordt. Dus we gaan naar binnen en we gaan kijken naar de prijsuitreiking. Met een derde prijs van de huis dit jaar de Krugerorde. Op de tweede plaats schijnt de Kaspersstraat de Uber. We hebben nog een eerste prijs. De eerste prijs is voor de nieuwe weg Nijmegen-Eentjes. Ja, bedankt, hè. Bedankt. Even iets enthousiast. Ja, geweldig, joh. Hartstikke leuk. Ja, vind het zo mooi. Gefeliciteerd. Ja, bedankt, hè. Yo. Dames en heren, dit was de prijsuitreiking. Terwijl hier het feest nog even doorgaat, kijken wij terug op een zeer geslaagde optocht. We hebben zulke ontzettend mooie wagens gezien. Met karren die omhoog gaan, verklede beesten, van allerlei dingen. De prijsuitreiking waarbij de processierups heeft gewonnen. En wij zijn volgend jaar absoluut weer terug, want dit feest willen we niet missen.